De Surinaamse overheid is voortdurend bezig te werken aan de betrokkenheid van de diaspora aan de sociale en economische ontwikkeling van het land. Directeur Marciano Armaketo van het Diaspora Instituut Suriname, DIS, zei gisteren bij de diaspora seminar Winawang 2.0 dat er goede progressie wordt gemaakt. Echter is er nog veel werk te doen waar de bijdrage van de diaspora van eminent belang is. Armaketo benadrukte dat dit seminar de mogelijkheid biedt om samen te werken en te brainstormen over hoe de diaspora gemobiliseerd en betrokken kan worden bij de ontwikkeling van de Surinaamse gemeenschap. Door actief deel te nemen aan dit seminar kunnen we talloze voordelen bereiken. Ten eerste kunnen we een sterker netwerk opbouwen en onze band met de diaspora verder versterken. Dit opent de deur naar nieuwe kansen voor samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring. Door gezamenlijk te werken aan deze plannen, kunnen we de impact van onze inspanningen vergroten en daadwerkelijke veranderingen in gang zetten. Dit forum biedt zowel de Surinaamse gemeenschap als de diaspora de mogelijkheid om inzichten en ervaringen uit te wisselen over de verdere ontwikkeling van ons land. Elke Surinamer in hart en nieren, zich ook ter wereld bevindt, zal met trots dit land naar verdere hoogte moeten tillen. Robert Vishnudat, strategisch management consultant, zegt dat in zijn perceptie de ontwikkeling van Suriname niet mogelijk is zonder de actieve participatie van diaspora. Bij het ontwikkelen van een diaspora-beleid is volgens hem belangrijk dat er gedacht wordt aan behoud van tradities. Verder moet er ook meer werk worden verzet als het aankomt op diaspora-wetgeving. Grotendeels ontbreekt, want ik heb gehoord dat er al iets in place is. En persoonlijk denk ik dat het wet- en regelgeving in zaken diaspora-beleid ook gaat promoten. Gaat bevorderen. Daarnaast creëert het ook persoonlijke en groepsontwikkeling. En in mijn optiek ligt het succes van diaspora niet of alleen bij de overheid. Vishnudat zegt dat het organiseren van een diaspora summit uiteindelijk ertoe moet resulteren in de oprichting van een diaspora-autoriteit. Hij ziet liever geen diaspora-ministerie, omdat het orgaan dat zal handelen over diaspora volgens Vishnudat los moet staan van de politiek.